Sinds 2013 staat het in de dikke Vandalen. De selfie. Maar het maken van een zelfportret is al een eeuwenoud fenomeen. We bezoeken vandaag de tentoonstelling Spiegeloog in Museum Arnhem. Deze tentoonstelling laat zien welke ontwikkelingen het Nederlandse zelfportret heeft doorgemaakt sinds het begin van de 20e eeuw. Van het zelfportret tot aan de selfie van nu. In de collectie zijn meer dan 100 schilderijen, tekeningen, foto- en videowerken en installaties van zelfportretten te zien. Nou, in dit zelfportret is de maker niet te zien, maar nog wel zijn sporen. De handtekening heeft hij niet afgemaakt en heeft zijn schoenen laten staan. De kunst van het weglaten en dan mag je het zelf invullen. En natuurlijk mag Piet Mondriaan niet ontbreken. Pionier van de abstracte kunst. Van Mondriaan zijn meer dan 10 zelfportretten bekend. Het zelfportret is sinds de introductie van de selfie populairder dan ooit. Dichter bij zichzelf komt een kunstenaar niet en als kijker kom je niet dichter tot de maker. Die intimiteit zou de populariteit van het zelfportret kunnen verklaren. En natuurlijk de smartphones van tegenwoordig, waarmee je jezelf met één druk op de knop op de kiek kunt zetten. Deze installatie is geïnspireerd door de jongenskamer van Levi van Veluwe, de maker. Hij bracht hier tussen zijn 8e en zijn 14e vele uren door en probeerde daarmee controle over zijn leven te krijgen door controle over zijn omgeving te krijgen. Ik krijg er gewoon kippenvel van.